Max Huibets, vandaag van Jalis Pavlidis aangetrokken. Dat moet tot tevredenheid stemmen. Ja, zeker. Want daar zijn we even mee bezig geweest. En natuurlijk zijn we heel blij dat het vandaag rondgekomen is. Ja, waarom wilde AZ hem graag hebben? Nou, in de eerste plaats natuurlijk omdat het een goede speler is. Een speler waarvan wij de afgelopen jaren hebben kunnen zien dat hij zich heeft getoond in de Eredivisie. Veel doelpunten gemaakt. Belangrijk geweest voor Willem II. Daar heel goed gedaan. En als je zegt dat hij bij de beste spitsen van de Eredivisie hoort, dan is het mooi dat de speler de overstap kan maken naar AZ. En jullie hebben hem waarschijnlijk uitgebreid gevolgd. Heb je toch Pantelis Hatzidiakos misschien nog even om raad gevraagd? Nee, uiteraard. Pantelis en Vangelis spelen samen bij het nationale elftal. Hoe mooi is het om zoveel mogelijk informatie te verzamelen van de speler die je graag wil hebben. Dus alle informatie die je dan kan krijgen en in dit geval ook nog uit de eerste hand is natuurlijk altijd prettig. Dus dat heb ik zeker wel degelijk gedaan. Ja. En Pantelis was ook gedurende het proces ook wel erg nieuwsgierig hoe het ervoor stond. Okay. Oh. En over hoe hij ervoor staat, hoe staat hij er fysiek voor van Jalis? Kan hij bijvoorbeeld morgen al meedoen in de oefenwedstrijd of heeft hij nog even nodig? Nou, ik denk niet dat direct verstandig is. Hij zal natuurlijk eerst bij de groep komen. Hij heeft de afgelopen weken wel flink voor zichzelf getraind, maar nog niet echt met de groep. Nou, wij zijn inmiddels nu 2 weken bezig. Die jongens zijn al op een bepaald niveau. We zullen eerst moeten kijken hoe hij ervoor staat. Maar hem kennende is het wel een jongen die niet stilgezeten heeft in zijn vakantie. Oké, okay. Nou, dankjewel. Graag gedaan.